Mijn naam is Mark Tichelaar en ik ben auteur van het boek Focus aan, Focus uit. Dichte vier concentratielekken en krijg meer gedaan in een wereld vol afleiding. De eerste tip is: als je een pauze neemt, neem dan geen nieuwe informatie op. Wanneer we dat wel doen, bijvoorbeeld door nu.nl te bekijken of social media, dan kost dat altijd inspanning voor de hersenen. De beste pauze is dan ook een stukje wandelen zonder je telefoon. Probeer dat eens uit en kijk wat dat doet met je hersenen. De tweede tip is: werk in themadagen. Elke keer als we wisselen, kost dat inspanning voor ons brein. Om die reden werkt het goed om het aantal wisselingen te minimaliseren door bepaalde taken op dezelfde dag te doen. Om die reden heb ik bijvoorbeeld heel vaak schrijfdagen. Voorheen deed ik dat altijd door de week door. Tegenwoordig doe ik het op donderdag en vrijdag. Minder wisselingen, meer rust, veel meer focus. Mijn derde tip voor meer focus is, is vul de leegte. Onze hersenen denken namelijk sneller dan dat we ze gebruiken. Bijvoorbeeld tijdens het lezen, onze hersenen denken dan op 1400 woorden per minuut, maar we lezen gemiddeld op 200 woorden per minuut. Wat inhoudt dat we heel veel ruimte hebben om af te dwalen. Als je de leegte wilt vullen tijdens het lezen bijvoorbeeld, dan kan je eventueel een fractie sneller lezen. Het effect is dat je dan nou veel meer in de tekst wordt getrokken, een veel hogere focus hebt en daardoor een beter tekstbegrip. Dit werkt ook voor andere taken. Als je tijdens het typen van een verslag merkt dat een collega net iets te hard zit te bellen en daar heb je last van, typ dan een fractie sneller. Ook dat is een manier om de leegte op te vullen en meer focus te krijgen. In mijn boek Focus aan, focus uit ontdek je veel meer praktische tips om meer focus te krijgen in je werk en in je leven. Zo ontdek je onder andere welke vier concentratielekken er zijn en met name hoe je deze dicht. Het effect is dat je meer rust. Overzicht en controle krijgt in de hectiek van de dag.